Kijkers. What's up, guys? We zijn weer back met de nieuwe video. Yeah, we're back with another video. Today, it's kind of, we're going to do a reaction, but not really a reaction, because already, you know, listen to the songs and that, but it's cool. We're going to do like top 10s. We're going to do monthly top 10s and top 10s of drill tunes in the Netherlands, like early in the Netherlands. Not that we might be different countries, but for now, it's going to be a monthly thing in the Netherlands where we just react to, you know, our own opinion. It's not like in an order, there's no specific order. It's just our own thing, we're just doing it on random. En we willen zien, you know, we'll see, you guys will see it. Ja man, vandaag gaan we een reactievideo maken. Je weet toch, is geen normale reactievideo. Vandaag gaan we onze top 10 drill rappers, je weet toch, van ons, gewoon onze smaak. Dus, je weet toch, misschien hebben jullie een andere smaak of zo. Maar ja. Drill tunes, geen rappers. Oh ja, en drill tunes. Het is niet in een, je weet toch, het is geen, noem het wat. Het is niet zeg maar... Vanaf 1 tot 10 is niet echt op een volgorde of zo. Het is gewoon echt random. Gewoon. Dus toch, maak ik niet gelijk zeggen: hey, dit hoort niet op nummer 9. Toch, dat krijgen we dat niet. Maar niet vergeten om te liken, te abonneren en te delen. Met een like en te subscribe aan, te share. Juist de volk as soon as possible. En let's get it to this bitch. Dus. Wat we gaan doen is, hij gaat 5 tunes opnoemen, ik ga 5 tunes opnoemen. We gaan het gewoon om en om doen. En ja, de eerste tune, die double intro 2. Jij vindt dat ik slaap? Nee, no verse. En ik kom veel gekker dan ik laatst deed. Ik heb een probleem met de OT en de AT. Ik moet sprinten, makkere zigzaggen. En AC, van mij moet je niet pikken, broer. Ik ga dat niet pikken, broer. Nee, ik ga je schieten en herkennen. Ik heb fix je broer. Ja. Je hoort het man, deze man is gewoon, hij spreekt voor zichzelf, snap je. Hij dropt niet veel, maar wanneer hij dropt, is het gewoon echt eng. Hij houdt hier niet eens een hoek of zo, is gewoon helemaal alleen maar bars. Hij komt niet echt strong, alleen maar bars. Hij heeft echt bars voor deze ook. En nog iets, we gaan die tunes gaan we kort laten luisteren, want, of laten horen, want je wil geen copyright krijgen of zo. Dus ja, als je de rest wilt horen, horen het dan in de beschrijving beneden, ga het zelf checken. Maar ja, man, die double, legend man, legend. Ja man, van mij, weet toch, ik vind zijn bars gewoon hard. Weet toch, die flow van hem is ook hard. Ja, het is gewoon erg. Tjoen. Ja man, de tweede is 11 Slice JC en die tune heet Woede. Weet toch, van die andere boys ben ik hun naam vergeten. Maar ja, zet hem man. Ja, je hoort het man. Die tune hebben we op deze lijst gezet, want ja, precies die stukken die je net hoorde, die van JC, die ging wel echt vaak rond, zag ik echt vaak bij mensen snappen, dus gewoon lauw werd en die beat is gewoon eng. Ze kwamen ook allemaal gewoon sterk, ze zijn nog opkomend, allemaal best jong. Dus ze gaan wat die zien overnemen. Ze hebben al nu een grote naam, bijvoorbeeld die 11 en Slice bij Airlines en zo. JC is volgens mij nu even independent gegaan, ik weet niet precies wat zijn situatie is. Maar toen, ja man, het is gewoon waar. Ja man, die woede sessie was wel erg. Weet toch, je papa die hij erg kwam, weet toch. Gewoon gekke tune man, flow was daar, beat was daar. Ja, beat was gewoon compleet die tune, laat me zo zeggen. Dit was op Press Media, of Press Play Media van Nederland. En als je wilt luisteren, link komt in het beschrijven beneden. Laat me vast nu zeggen, al die links komen beneden. In de beschrijving. De next tune op nummer 3 is Quincy Promes. Ja, Quincy Promes, die Ballyman met Omto of Omto, ik weet niet hoe je zijn naam moet uitspreken, Ede Koef. Ja, mooi, wat het. Die tune, kijk, heel die beat. Pakte mij gewoon ook. Ik versta niet eens iets eigenlijk. Alleen de Nederlandse stukjes, maar gewoon Quincy kwam gewoon toch nooit dat deze man zo erg gekomen op een drilltje. Want hij maakte wel veel love songs en zo. Dus ik was wel best verbaasd. Gewoon. Hij kwam echt met een enge flow.
die refrein is ook gewoon pakkend, gewoon neemt jou gewoon gelijk mee. Gewoon, die hoor je gelijk aan het begin van die tune toch. En ja, met Omtu, weet je, Omtu is ook iemand die nu opkomend is. Hij komt ook met zijn eigen type flow, weet je, toch. Hij praat in Surinaams, een beetje Nederlands gemengd. En het is gewoon iets nieuws, dat hebben we nog niet gezien in de game. En ja, die twee, die combinatie was gewoon gek, man. Ik zou ook nooit denken dat Quincy hem echt zou connecten, weet je, toch. Want Quincy is een ballyman. Voor mij persoonlijk is dit de beste tune die een ballyman heeft gemaakt, man, uit Nederland. Ja, man, ik ben het daar mee eens, maar ja, weet toch, ik begrijp echt niks van die tune bijna. Maar ik vind hem gewoon te erg. Gewoon die flow, die refrain, gewoon alles, die beat. Die beat maakt hem ook echt koud, man. Maar ja, ik heb er niks meer op te zeggen. Nu gaan we reageren op Core Beast, weet toch, on the spot sessie. En ja. Ik kon niet eens die drop beseffen, maar ja, deze tune. Hé hey man, deze chord. Ik luister tenminste, hij luistert wel vaker naar me. Ik heb echt gewoon, ik besef me echt gewoon pas geleden, sinds pas geleden. En hij, als hij rapt, die man komt gewoon met zoveel woede, gewoon. Hij komt gewoon boos. Volgens mij heeft hij echt veel dingen meegemaakt, dat heeft hij ook gezegd. En in die gel lag hij volgens mij echt veel testo. En dan heeft hij gewoon alles in één keer eruit gehaald, want die beat is echt erg. Ik zeg eerlijk, Rob heeft echt iemand ingescout, man. Echt, hij is echt een hete speler. Hij is nu ook pas in de game. Ik weet niet of hij daarvoor al hebt. Maar van wat, zover ik weet, is hij nu pas in de game, man. Hij gaat nu al hard, nu al KO gewoon. Je tune, als je hem nog niet hebt beseft, ga hem beluisteren. Maar ik heb al gezegd, link in de beschrijving beneden. Ja, man. Core, sinds zijn eerste tune was ik al fan van die man, man. Hij is echt erg, man. Hij komt met bars dat je denkt van, oh, maar ja, en die beats zijn ook altijd boos, man. Ze zijn ook altijd boos, maar ja, deze tune is erg. En ja, man. Op naar het volgende, man. Nu hebben we Janaka, Aina remix met Bokka 8, Young Ellens en Jack. Volgens mij was dat het, niemand anders. Let's go. Aina, ben niet met die vloek DC. Mannen hebben 10 jaar lang, alleen niet eens hoeveel views. Aina. We hebben wel draaien en DJ, Aina. Ja, man, Aina. Hij dacht gewoon rappers al met deze doezen, dus hij lacht er gewoon eigenlijk uit. Maar ja man, Janaka is echt een aparte rapper. Hij heeft echt zijn eigen sound. Gewoon hoe hij float, hoe hij rapt, gewoon de manier hoe hij gewoon rapt, alles is echt anders. Als eerst zeg je eerlijk, vond ik hem niet zo hard, maar ik kan hem later steeds meer beseffen. En hij komt ook gewoon met enge FT's, het ook al af van Alice, Jack. En die beat vind ik gewoon ook lauw. Het is niet echt zo dat ik misschien elke dag zou luisteren, maar gewoon wanneer ik het hoor, ik ben gelijk mee. Ja man, zijn tunes zijn wel, je weet toch, kijk, wel een beetje raar, maar je weet toch, ik vind zijn refreins gewoon lauw. Je weet toch, die refreins van hem pakken mij en sommige lijns van zijn tunes pakken mij ook. Maar ja, dus, het is gewoon erg, maar het ging niet te lijken. Dat hoor je bij de pro-kill. Als van de trip. Ik bedoelde gewoon naar de volgende tune. Maar ik dacht dat we eigenlijk al klaar waren. Ja. Ja, de volgende tune is ECSB FT Kulas Blaka Ashafar en ADF Samski. Dit is toch Scooter. Ik kan niet die drop weer beseffen, maar ja, die begin man. Ja man, deze tool vind ik erg, je toch, je Plakka kon gewoon een beetje zo, je toch, zo,
Hoe niet? Hij kon gewoon een beetje minder. Nee hoor, hij kon gewoon zeg maar simpel. Hij kon een beetje simpel zo. Ja toch? Hey, wacht, opnieuw bro. Nee, nee. Opnieuw, jawel. Hij kwam een beetje simpel zo. Kulas kwam. Ja toch? Ook simpel. ICSB kwam erg. Ashfa kwam erg. Adidas Sam's Creek kwam ook erg. Maar ja, ik zag ook niet dat Kulas en Blakka. Ja toch? Die flow was gewoon daar bij hun. Bij hun was het echt die flow. En ja, dat was het. Maar en die beat was erg. Ja, mooi, je hoort het gewoon. Sluit me aan bij Lee. Wat hij probeert te zeggen, gewoon het Kulas en Blakka komen gewoon wat minder. Tenminste, kijk, toen wij die preview hoorden, hadden we veel meer verwacht. En ik denk dat we de enige zijn. Niet dat die toen kak is, die toen is gewoon hard anders tot niet in deze lijst. Ik vond die refrein, het refrein het gewoon het meest pakkende ook. Dat trok me gewoon echt aan. En ADS soms kwam echt het hardste voor mij ook. Ik besef nog niet eens dat hij in die tune was, pas later gewoon. Want dat is helemaal, hij komt ook als laatst. Ja, ICSB was gewoon zijn eigen saus. Gewoon die man is ook, weet je, de jongens in charge. Dat is wat de meeste mensen zeggen ook over hem. En ja, maar Ashfar, die man ook gewoon, ook een enge, heet is weer in de game. Hij doet ook zijn eigen ding. Ja, die tune was gewoon hard, man. Ja, toch. Dus next hebben we Geechee. Samen met wie? Blow. Hoe? Blow. Oh, Geechee en Blow. She belongs in the streets. Ik was even nog vergeten daar. Let's go. Ik hoop echt dat die chickies, al die meisjes die gewoon die chickies die op straat zijn of niet op straat zijn, die gewoon daarbij horen. Want dat is wat hij zegt, dat jullie gewoon goed luisteren. Want velen van jullie nu deze tijden zijn echt gewoon van de streets, man. Echt eerlijk. Jullie worden gewoon gegooid, dit en dat, links, rechts, boven naar beneden. Gewoon gebruikt en zo. Maar los van dat, die tune is echt hard. Hij is slim geweest. Dat echt, hij weet dat die Chiblons in de streets, die meme. Van Future helemaal viraal ging. Dus we hebben echt slim gedaan om die tune te maken. Maar die tune zelf is gewoon last. Komen allebei gewoon hard. Die refrein is echt pakkend. Gewoon beat vond ik wel het apart. Daarom vind ik het ook lauw. Met die trompet of fluit of weet ik veel. Wat je daar hoort. Maar ik vond het gewoon. Ik vond die tune gewoon lauw. Ja man. Die beat heeft mij, had mij gepakt aan het begin man. Toen die man zeg maar op straat zeg maar zo ging spelen zo. En toen kwam die bas zo bij die beat. En ja, die teksten gewoon van hun en die bars waren gewoon echt erg. Flow was daar. En ja man, die tune is echt kaas. En ja, we gaan op naar de volgende tune man. Next hebben wij hem zo, ik weet niet hoe hij heet, HMIZO Bewegen. Pak je wat gecheckt, maar ze vinden niets. Nog geen G, je bent winkeldief. Mannen spelen zijn maar trappen met Inhoek. Jammer, een telefoon winkelt niet. Mijn jongen swipe, nee, winkelt niet. Open out, ben nog in de streets. Mannen doen het als ze rennen. Je bent te fout, maar je winkelt niet. Man. Ja, man. Deze boy is ook voor mij een jong talent. WW Nation heeft hem ook gewoon gescout. Dus hij komt waarschijnlijk uit AK, ik weet niet zeker. Maar ik heb echt veel van hem gehoord. Gewoon bij mensen, niet echt tunes, maar... Hij trok gewoon laatst voor tunes. En hij en Taylor zijn allebei ook gescout door WW Nation. En ze werken ook samen. En ze maken allebei gewoon enge tunes, man. Zo, enge tunes, man. En ze zijn waarschijnlijk ook alleen maar op drill. En die van die tunes zelf, gewoon, hij komt met enge flows, gewoon die beats ook echt heet. Die man, hij komt ook heel anders, snap je? Hij heeft ook een beetje die. Vibe die WW Nation eigenlijk heeft, zeg maar die ik noem het Chozo vibe, net als Mula B en Louis Foster zo. Dus volgens mij is het ook gescout door WW Nation door die redenen. Ja man, en op deze tune komt hij ook met bars man. Hij komt ook met bars, toch, die flow was daar. En ja, Piet is ook daar. Dus die tune is compleet. Ja man, ik vind die tune erg man. Ook had hij een enorm bars. Laatst met die Taylor, dat is eigenlijk ook gewoon net al zeggen. En
ik heb die nog niet geluisterd, zeg je eerlijk, maar ik hoorde ook echt van veel mensen dat het heet was. Dus als die ook op 1-1 bas komt, is die niet, hij is niet voor niks daar, weet je, dat zegt ook veel. Maar ja, next. Wat was het? Jordan Money. Oh, dat toch. Bro, kon ik echt niet zoveel zeggen, man. Maar die moest toen echt eens luisteren, bro, zeg ik eerlijk. Jordan Money, The Same. The Same, ja. Yeah. Dat skip gewoon, je kan wel een beetje van pak een stuk van Jody Money this verse en dan alleen één stuk van die refrein. Kijk gewoon naar die refrein. Begin van die verse gewoon. Wat zeg je? Gewoon begin van die verse. Ah, dat toch. Ja. Ja, doe gewoon 10 seconden ook gewoon. Doe gewoon 10 seconden, hè, toch? Alright, dus next hebben we jullie. Jordan Money, The Same. Met Jack. Ja, en voor. Ik opnieuw doen. Ja, try hem opnieuw. Reloaded. Nee, nee, nee. Wacht, ga je niet een stukje opnieuw doen? Nee, 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 maak niet. Maak niet. Ja man, yo, die man niet is het, ik vind hem echt erg gewoon persoonlijk van die man. Hij praat ook reels, het reels shit, hij is ook gewoon straight. En ik denk gewoon, voor rappers, voor trillers en zo, trappers en zo. Die weet je op de straat hebben die gewoon vaak liegen, maar deze man, hoe hij het overbrengt, klinkt ook echt gewoon serieus. En hij komt gewoon vaak hard, hij ook altijd gewoon die standaard flow van hem, dat vind ik ook gewoon lauw. Hij kon het ook gewoon switchen, maar ik vind ook zijn standaard flow gewoon hard. Hij komt met enge bars. De refrein is ook echt pakkend. Ik ben ook niet echt de grootste fan van Jack, want soms komt hij hard, soms komt hij wat minder, vind ik zelf. Maar hier had hij ook die refrein echt eng gepakt. En Cor, nogmaals, die man kwam met, hij kwam gewoon met woede, die man kwam gewoon boos, hij kwam gewoon eng op die beat gewoon. En dat is ook gewoon wat ik laat vind. Ja man, Jordan Money vind ik echt hard. Je weet toch, zijn tunes hiervoor waren ook hard. Jack, wat niet en zei gewoon van, soms komt hij hard en soms niet. En Cor, ja, hij is gewoon te erg man. Hij is gewoon te erg. Ik heb geen ene, je weet toch, wat mindere tune van hem gehoord. Dus ja, dat was het man. De laatste tune is 2G Drill / Dat is Gangster. En ja. Oh, sorry man. Doe. Ja man, waarschijnlijk hebben jullie al die tune gehoord, want het ging ook echt weer hard. Ik kreeg ook heel veel respect van dit. Dit is ook, deze stukje wat we net hebben laten, was ook niet die drill tune, maar daarvoor heeft hij een drill tune gemaakt om zeg maar die verschil te laten, om zijn verhaal gewoon te kunnen uitleggen. En ik vind het gewoon een hele, hele sterke bericht gewoon. Dus daar heb ik ook gewoon meer respect van. Natuurlijk drill, om te luisteren, vind ik gewoon lauw. Het is gewoon lauw, maar wat er gebeurt door drill is ook, het was ook minder, snap je, gewoon dat mensen doodgaan en zo. Dan moeten ze zo gestopt worden. Daarom hebben we deze ook expres als de laatste tune gezet. Want ja, deze is wel de beste tune van oktober. Hij was geen volgorde, maar ik zeg gewoon, deze was gewoon de beste. Want ja, hij heeft daar een bericht. Gewoon, hij rapt daar een bericht. En hij komt gewoon sterk, gewoon heel sterk. Ja man, ik ben mee eens vernieten man. Ja, ik heb ook verder niks op te zeggen. Hij heeft alles al gezegd. Maar ja, begin niet te liken, te abonneren en te delen en vergeet te like, te subscribe en te share. If you guys want more top 10s, then you know, tell us in the comments below or just like the video
and we'll know you want more. Just get us to the 4K as soon as possible. Don't forget to like, to subscribe, and to share. We'll see you guys in the next video. See you in the front field. Salute! Gone. Boom.